Een eigen bakje meenemen naar de snackbar ta. Of de ondernemer met geld vreegje voor de verpakking van die snack. Na ingang van 1 juli gingen de nieuwe regels in voor onder andere cafetaria's. Bij Café Prins vregen ze haar al hoe ze dit omvleren zullen. Het is nog maar een paar dingetjes, een plastic beker en rietje zit altijd nog wat plastic in en daar is nog geen vervanger voor. Dus daar zullen we altijd iets erop bereiken in je matten. En de consument zit er weer mee, die had al zo volle prijsstijgingen gewoon al rond het jaar. En die had al zo volle meer betaal je matten voor zijn patatje en zijn biatskippen. Dus dan zit wel de consument er mee. Dus ik denk dat die voor het suikerriet alternatief gore. En dan eerst maar dat verlief nemen, dat verlies was neemt ze die procenten en dan de consument wil die blauwen. De afgelopen tijd binnen de prijzen binnen de sector al redelijk verhegen. Klanten betaal je vergeleken met een periline meer voor een snackje. Ik nou zou het budgetten dat er wel zo'n 50 cent het snackje bij maat, voor alleen de verpakking. Al is Gredanus net benauwd voor reacties op de nieuwe regels. Je maat mij. Dit is iets wat opleiding krijgt van de regering. Dus is mij maten in dit verhaal. Als dat net doorst, dan wat maar staan. Plastic bakjes, dus is verpakkingsmateriaal gaan matten. Dus ik denk dat er een prutte rugbaarheid aan jongen wordt. Dan krijg je het begrip vanuit de klant. En dat is natuurlijk wat we willen. Het bloot net alleenig bij de AHL-regels. Van januari zou, maar je de horeca-ondernemers het eten binnen de snackbar echt niet meer serveren in plastic. Dit is wel weer een uitdaging met zo'n size van je mag wel even serieus opdoeken. Ook omdat niemand er eigenlijk mee bezig is. Dit is wel een serieuze uitgave aan om alles over te krijgen op zoekeriet. Ook qua yieldkosten wat er onver zit. Ja, het kost ook mij in die kostprijs die tegenaan voor meer betalen dan voor de consument betaal je. Dat is gewoon een overweging met zes. En wie had ik gewoon verkozen om eerst dit zelf verliefd te nemen, dit bedrag, om net de consumenten weer mee op te stapelen. Want die, wat ik al zei, die betaalt als ze volle. Dus.